En boom! Yo, wat up gasten, Zombie Bardo. En vandaag spelen we weer na een lange tijd Call of Duty Black Ops 3 op mijn kanaal Zombie Bardo. Vandaag gaan we gewoon lekker... Zo, ik dacht dat ik eerst daar wat zag, maar dat zag ik denk ik verkeerd. Maar vandaag gaan we lekker met de KM44 autorijvel spelen. En lekker een potje Team Deathmatch. Zo, willen mensen niet weten wat Team Deathmatch is? Het gaat gewoon, je moet gewoon killen totdat je team gewoon 100 punten hebt. En waar in de bloody heck zijn de enemies? En mijn team zit op 1 punt te campen en dat is ook niet fijn. Maar kijkers, vinden jullie dit nou leuk om naar te kijken? Smash nou gelijk op dat duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer beneden, dat zou helemaal tof zijn. En ik zie daar iemand naar onze spawn lopen. En dan gaan we even killen en dan gaan we gewoon lekker verder. Ja, hem wel, hè. Hallo? Ik werd gewoon gerekt door een C4. Mijn team bleef alleen maar aan de linkerkant. Ik bedoel, aan de rechterkant, sorry. Mijn fout. Ik weet niet waar die andere gozer hebben leren schieten, maar... Volgens mij niet volgens het boekje. Ja. Doei, gast. Dat was een beetje slordig van me. Kom dan. Kom dan. Ook al komen jullie met 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 man. Smoke check. Komt-ie. Mag ik zien? Oh, ik heb allemaal scores, ik zal. Oh, en dan ga ik precies op dat moment dood toen ik dat zei. Maar maakt niet uit. Ik heb mijn scores, ik dat is een... Oh, ben ik vergeten te vertellen. UAV, Hardened Sentry en een Cerberus. Leef je uit, jongen. Leef je uit, jongen. Sentry gun. Doe je ding. Oh my god. Die gozer wil graag zijn C4 omhoog helpen. Maar je weet dat... Oh my god. Maar die C4 is best wel irritant. Dat hij triggert. Komt ie. 3, 2. Voor de mensen die ook niet weten. Ik speel tegen een halve Glenn. Dus ze kunnen heel goed met elkaar communiceren. Dat zijn die twee precies masters. Die level 53 en die level 30. Maar mijn Saber is het ook lekker, ze werken lekker, jongen. Omdat ik ben niet van plan om deze fight te verliezen. Oké, dat win ik niet, dus ik loop even weg. Oh my god. Dit is best wel grappig, maar maakt niet uit. Ik ga niet mijn Saber besturen, dan mag hij lekker zelf doen. Hopelijk pakt hij dan wel een paar kills. Oké, er komt hier eentje nu. Zijn broertje komt sowieso hem volgen. Die loopt daar en er zit er nog één. Dus niet. Is een beetje rare... Hey, goedemorgen! Volgens... Ja, ik neem gewoon heel dit... Proberen met C4's en alles en rocket launchers uit te schakelen. Dat is. En nu moet ik heel snel proberen weer mijn scoresticks te halen. Of anders zijn we... De Sjaak. Dit verwachten ze niet. Sorry voor de... Wat? In één beurs? Maar oké, volgens mijn ogen was ik al weg. We gaan 52 en nu gaat 47. Dat is niet... Dat is niet slecht. In onze... Zo'n goeie dag, man. Die had ik ook net. Oké. Ik weet niet waarom ik die niet... Oh. Begrijpt. Dat is echt een kut specialist, hoor. Maar maakt niet uit. Ik ga 26-9. Scores maakt niet uit. Het is het doel om deze fight te winnen. Teammate, hij is dood. Teammate, hij is dood. Als
ik nu naar binnen ga. Ik ga deze alvast opengooien. Ik weet niet waar. Hopelijk weten ze niet waar ik ben. Weg, 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 teammate. Ah, jammer. Maakt mij geen drol uit. Spawns zijn geflipt. Sorry voor de cap, mensen. Maar ik moet deze fight winnen. Ik ben dood. Ja, had ik al kunnen verwachten. Het staat me ook maar gewoon 4 kills achter. En ik neem gewoon heel het team. Met die Albert neem ik heel het team mee. Met mijn skills. En daar zijn ze allemaal. Daar zijn ze al. Spawnflip, shit. Ja, ik wist het, jongen. Ah, ik had het moeten afwachten. Oh, get fucking wrecked. Oh. Rolling watten? Hopelijk wordt hij niet gek. Oh, come on, come on, come on. Ah, maakt niet uit. Goeie kill, man. Maar deze mensen willen echt wel voor de win. Ja, ik dacht dat daar links mijn teammate was. Rave. Oké, snel killen, mensen. Ze hebben nu een rave. We kunnen dit nog winnen. 3 en 9. Hopelijk gaat hij niet op mij. Of dan voel ik echt kwaad. Ja, ze gaan dit nog winnen ook. Of toch niet. Dit is een nek en mijn concentratie is helemaal weg. Maakt niet uit. 98, nog 2 kills, mensen. Die wave is op mij gefocust. 99. En we hebben nog net gewonnen. 35 om 15. Wat was dit een spannend pot zeg. Als ik mijn scorestreaks in het begin niet zo snel had gehaald, hadden we kunnen verliezen door hun weight en alles. En ik heb ze nog een beetje afgehouden van hun scorestreaks. 35-15. Die tweede is ook gedeeld. Ook lekker 31-15. Ik vond het een lekkere pot. Maar kijkers, vond je dit nou leuk om naar te kijken? Smash dan gelijk op dat duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd en wil je bij mij op de hoogte houden? Ram dan gelijk op dat abonneerknopje. En ik check jullie weer later, mensen.